Ik ben vandaag in Genk, in C-Mine, en ik kom een les geven over hoe de economie in de toekomst er zou kunnen uitzien. Een beetje anders dan de lessen die ik normaal geef, dat is ondernemerschap en bedrijfsfinanciering, dat is maar een stukje van de economie. Maar vandaag gaat het dus over welke tendensen er te verwachten zijn, wat een belangrijk stuk zal worden in veel discussies in de nabije toekomst. De economieles van morgen organiseren vinden we heel belangrijk. Sinds 2006 zijn de eindtermen eigenlijk niet meer veranderd wat betreft het vak economie. Maar we weten allemaal dat we in een totaal andere wereld leven vandaag in 2014. En daarom vinden we dat we jongeren toch een aantal dingen moeten bijbrengen. Ik zal het in de les onder meer hebben over het belang van economies of scale en scope. Zal klein een kans krijgen. Daar zijn voorbeelden van. Hier vlakbij bij de C-Mine site is het bedrijf Melot dat 3D-printing doet. En daarmee echt op de markt wat teweeg brengt als kleine onderneming, innoverende onderneming. Aan de andere kant ook het grotere economische plaatje van hoe zal men op de markt gaan om personeel te recruteren en te vormen om mee te gaan in de steeds snellere wijzigingen in wat men precies zoekt in arbeidskrachten en werknemers. Een ander voorbeeld is de andere ondernemer. Steeds meer vrouwen en mensen van andere origine willen kunnen ondernemen en dat als voorbeeld geven zodat jongeren zich daar ook in kunnen herkennen. Samen aankopen, bijvoorbeeld met initiatieven als Initiate die samen aankopen organiseren voor bedrijven, maar ook samen aankopen van particulieren. En zo zijn er heel wat voorbeelden die in de economische wereld een rol kunnen spelen en die we zeker willen tonen aan jongeren.